één oog, twee oog en drie oog. Er was eens in een land ver weg een vrouw die er leefde met haar drie dochters. Twee van haar dochters, één oog en drie oog, waren haar favorieten. Ze hield erg van ze beiden en gaf ze waar ze maar om vroegen. De andere dochter echter had gewoon twee ogen. En omdat ze gewoon erg veel op normale mensen leek, hadden haar zusters en moeder een erge hekel aan haar. Ze kreeg altijd de oude en versleten kleren om te dragen en kreeg alleen de kliekjes te eten. Ze deden alles wat ze konden om haar ongelukkig te maken. Maar ondanks alle ellende die ze te verwerken kreeg, was ze nog steeds erg aardig en gul voor iedereen die ze ontmoette en tegenkwam. Hallo kleine vogels, hebben jullie honger? Het spijt me, dit is niet veel, maar eet het maar. Op een dag waren de zusters en moeder klaar met hun lunch en Tweeoog nam dan haar plek aan tafel om te gaan eten. Weet je, Eenoog, omdat Tweeoog zo anders is dan wij, moet ze dan wel aan onze tafel zitten? Je hebt gelijk, Tweeoog. Je hoort niet bij ons. Ga weg en kom niet in de buurt. Arme Tweeoog was zo gekwetst door hun woorden dat ze naar buiten rende, huilend. Terwijl ze huilde, opeens, met een lichtflits, verscheen er een oude vee op een magische manier en ging voor haar staan. Ze droeg een mantel die glinsterde in de zon en droeg een staf gemaakt van sprankelende, waardevolle edelstenen. Tweeoog was erg onder de indruk. Waarom huil je nu, lieve kleine Tweeoog? O, goede vee, mijn moeder en zusters haten me omdat ik twee ogen heb. Ze geven me alleen kliekjes om te eten en behandelen me o zo slecht. Veeg je tranen weg, mijn liefste, en ik zal je wat goeds melden. Zie je de stok die je draagt? Elke keer dat je honger hebt, zeg dan deze spreuk. Magische stok, spring op mijn maat. Bedek de tafel met zoveel dat gaat. De stok begon toen helder te schijnen. Het vloog uit de hand van Tweeoog en veranderde zichzelf in een schattig klein tafeltje. Bedekt met het lekkerste eten wat Tweeoog ooit had gezien. Oh, wat wonderbaarlijk. Het ruikt zo geweldig. Nu hoef je geen honger meer te hebben. Eet en drink zoveel als je wilt. En wanneer je klaar bent, zeg gewoon... Magische stok, hoor wat ik nu zeg. En haal de tafel nu helemaal weg. En het zal weer verdwijnen. Terwijl ze dit zegt, zwaait ze met haar magische staf en de oude vee verdwijnt. Tweeoog was erg onder de indruk van wat ze allemaal zag. Maar ze had al veel te lang honger. En dus at ze echt alles op van de tafel. Het eten was behoorlijk geniaal. Ik ben zo gelukkig. Maar nu moet ik dit alles gaan verstoppen. Magische stok, hoor wat ik nu zeg. En haal de tafel nu helemaal weg. En heel bijzonder, de tafel en alles erop veranderde zichzelf terug in de stok. In de avond, toen ze terugkwam, lag er op tafel een bord met wat kliekjes voor haar. Maar ze raakte het niet aan en liep er vrolijk aan voorbij. Vanaf die dag ging Tweeoog elke dag erop uit om genoeg te eten en te drinken en kwam toen vrolijk thuis. Maar op een dag kregen Eenoog en Drieoog door dat hun zus niet meer opat wat ze voor haar hadden achtergelaten. Er klopt iets niet aan Tweeoog. Ze eet niet meer wat we aan haar geven. Ze heeft misschien een andere bron van eten gevonden. We moeten achter de waarheid komen. Dus de volgende dag ging Tweeoog vrolijk naar buiten naar het veld. En haar twee zusters volgden haar stilletjes. Ze keek rond om zeker te zijn dat niemand haar volgde. Maar haar zusters zorgden ervoor dat ze er niet achter kwam. Toen Tweeoog eraan kwam, zei ze hardop... Magische stok, spring op mijn maat. Bedek de tafel met zoveel dat gaat. En onmiddellijk verscheen magisch de tafel met al het lekkere eten. De twee zusters bekeken het stiekem
en hun ogen werden groter met alles wat ze zagen. Dus, dit is hoe ze nu elke dag eet. Geen wonder dat ze nooit meer honger heeft. Stel, laten we naar huis gaan en alles aan mama vertellen. Ze renden zo snel naar huis als ze konden. En toen hun moeder alles hoorde wat Tweeoog had gedaan, was ze laaiend. Hoe durft ze beter eten te eten dan wij? Laat haar thuiskomen en dan zullen we haar magische stok afpakken. Dus wachtte ze op Tweeoog om terug te komen. En toen ze dat deed, pakte moeder de stok uit de handen van Tweeoog en brak het in stukken. Nee! Oh, waarom doe je dat nu? Dit zal je leren wanneer je weer eens besluit je zussen en mij te bedriegen. Nu zul je altijd honger houden. Arme kleine Tweeoogs hart was gebroken. Ze pakte de gebroken stukken hout en rende naar buiten. Ze ging de tuin in en moest heel hard huilen. En toen kwam de oude fee plotseling weer tevoorschijn. Mijn lieve Tweeoog, wat is er aan de hand? Waarom huil je, mijn lief kind? Oh, aardige fee, de magische stok die je aan me gaf en de tafel altijd zo mooi dekte, is door mijn moeder kapot gemaakt. Nu moet ik weer honger gaan lijden. Tweeoog, ik zal je eens wat goed advies geven. Neem de stukken van de stok en begraaf het daar in de tuin, waar de maan het helderst schijnt. Dat zal helemaal zeker je veel goed geluk brengen. De oude fee zwaaide weer eens met haar toverstaf en in een flits verdween ze weer in de nacht. Tweeoog vertrouwde wat de fee had gezegd en deed wat ze zei. De volgende morgen, daar in de tuin, stond een heel bijzondere boom. Elk blad ervan glinsterde van zilver en het had fruit van goud dat glom in het zonlicht. De moeder en haar twee dochters keken er vol bewondering naar. Nog nooit in hun leven hadden ze zoiets moois gezien. De boom is zo prachtig. Maar waar komt het vandaan, mama? Ik weet het niet. Het is inderdaad een erg vreemd iets. Laten we gaan en het fruit gaan plukken. Alleen Tweeoog wist dat het uit de gebroken magische stok was gegroeid. Eenoog, Drieoog en hun moeder renden naar buiten en sprongen hoog om het gouden fruit te plukken. Elke keer dat ze het probeerden, boog de boom zijn takken van hen weg. Waarom kunnen we niet eens een enkel blad van deze boom plukken? Ik ga even rusten, omdat ik erg moe ben. Tweeoog had naar ze gekeken en ze keek nu naar de boom. Laat mij het proberen misschien. Kan ik het fruit wel pakken? Ha, probeer het maar eens. Als wij het niet kunnen, hoe kan het jou dan wel lukken? Maar wanneer Tweeoog omhoog reikte om de zilveren takken te pakken, boog de boom zich niet weg van haar. Sterker nog, het glitterde nog meer en boog voorover, zodat Tweeoog zoveel fruit kon plukken als ze maar wilde. Ze probeerde het aan haar moeder te geven, want ze hoopte dat ze er gelukkig van werd. Maar toen ze zagen dat ze de enige was die het fruit van de boom kon plukken, werden ze alleen maar jaloers. Het gebeurde op een avond dat toen ze allemaal samen stonden bij de boom, dat er een jonge ridder voorbij kwam rijden. De moeder richtte zich snel naar Tweeoog. Snel, Tweeoog. Ga, verstop je in de bosjes. Ik wil niet dat je het belachelijk maakt. Arme Tweeoog ging snel weg en verstopte zichzelf in de bosjes. De prins was een erg knappe jonge man. Hij kwam dichterbij en zag de geweldige boom van goud en zilver. Hij vroeg zich af van wie het was en zag toen de twee zusters. Van wie is deze prachtige boom? Diegene die me er een tak van geeft, zal alles mogen hebben wat ze maar vraagt. De boom, die is van ons. We willen maar erg graag er een tak van afbreken. Ze sprongen en probeerden erg om een tak te breken. Maar helaas, de boom boog zijn takken en fruit weg van hun handen en liet hen ze niet aanraken. Het is erg raar dat die boom die van jullie zou zijn. En toch is het jullie niet gelukt om er iets van af te breken. Ik kan maar beter weggaan in plaats van mijn tijd te verspillen. En dus ging hij weg.
De twee zusters en hun moeder waren erg geïrriteerd. Geen zorgen, mijn lieve kinderen. Misschien komt hij morgen weer terug. Laten we dan beter ons best doen. Toen ze weggingen, kwam Tweeoog van achter de bosjes vandaan en ging bij de boom zitten. Ze dacht hard na over de prins. Wat is hij toch knap! Als ik nu eens een tak van de boom kon breken en hem het gaf, dan had ik kunnen zeggen hoe knap ik hem toch vind. En ze had dit nog niet gezegd of ze hoorde de stem van de oude fee uit de boom komen. Kleine Tweeoog, je bent zo aardig, zelfs met je verdriet. En een aardig hart verdient het om beloond te worden. Ik heb je wens gehoord en als dat echt is wat je wenst, dan zal ik die vervullen. Oh ja, ik wens niets anders dan bij mijn geliefde ridder te zijn. Ik wens dit met heel mijn hart. Goed dan, dan doe wat ik je nu zeg. Pluk een blad van de boom en leg het op je jurk. En toen ze dit deed, veranderde haar gescheurde jurk in de mooiste jurk ooit. Het had zilveren bladeren en robijnroze rozen eroverheen. Ga nu in dit zilveren blad zitten en het zal je door de nacht naar de geliefde vliegen. En toen de stem stopte met spreken, dwarrelde er één zilveren blad langzaam naar Tweeoog. Het werd groter en sprankelde prachtig in het licht van de maan. Tweeoog ging op het blad zitten en het zeilde met haar weg door de nacht, langs de maan en sterren naar het balkon van de ridder. Toen ze van het blad afkwam, veranderde het in een zilveren tak met gouden fruit wat er aan hing. Oh, lieve knappe ridder, hoor me je alsjeblieft roepen. Ik heb je de tak van de zilveren boom gebracht die je zo graag wilde. Wie is het die me zo laat nog roept? Maar toen hij ging kijken en Tweeoog op het balkon zag staan, snakte hij naar adem. Want ze was knapper dan wie dan ook en hij kon zijn ogen niet van haar afwenden. Tweeoog was erg blij om hem te zien. Mijn heer, je had beloofd om alles te geven aan degene die je deze zilveren tak zou brengen. Dat klopt. En wat is het wat je verlangt? Tweeoog vertelde hem alles over haar moeder en twee zusters en hoe slecht ze haar altijd behandelden. Ik heb moeten lijden onder honger en dorst en verdriet. En ik wil je vragen of je me wilt redden en me als je bruid wil nemen. Ik zou je erg graag trouwen, mijn liefste. Maar ik zal eerst je moeders en zusters straffen omdat ze je zo behandeld hebben. Vergeef ze, mijn ridder. En laten we ze vergeten, omdat ze nu tot het verleden behoren. Laten we vandaag vieren en een prachtige toekomst bouwen. En dus al de volgende dag trouwden de ridder en Tweeoog met elkaar in een geweldige ceremonie. En ze leefden nog lang en gelukkig.